Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 16 van de Eredivisie. En natuurlijk de wedstrijden die we gaan voorspellen voor speelronde 17 van de Eredivisie. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in, laten we meteen naar de uitslagen gaan. Vitesse won met 1-0 van FC Utrecht, wat ze nog steeds bovenin laten staan, waardoor ze misschien nog wel kampioen kunnen worden. Heracles heeft met 4-0 van FC Emmen gewonnen. AZ won verrassend met 3-1 van PSV. ADO VVV werd 1-4. Fortuna tegen Sparta werd 0-1. Feyenoord won met 1-0 van PEC Zwolle. Heerenveen RKC werd 1-1. Vitesse tegen Ajax werd 1-3 in de laatste minuten. Lucky Ajax. En Willem II FC Groningen werd 2-3. Dan gaan we kijken naar de ranglijst. Ajax staat nog steeds bovenaan met 38 punten. Dan komt Feyenoord op de tweede plaats met 35 punten. Ook Vitesse heeft 35 punten. PSV staat vierde met 34 punten. AZ staat vijfde met 31 punten. Groningen staat zesde met 30 punten. FC Twente staat zevende met 27 punten. Sparta en Heerenveen hebben 21 punten. FC Utrecht en Heracles hebben 18 punten. PEC staat 12e met 17 punten. Dan komt Fortuna Sittard op de 13e plaats met 16 punten. VVV staat 14e met 15 punten. RKC staat 15e met 13 punten. ADO staat 16e met 10 punten. Dan komt Willem II op de 17e plek met 9 punten. En onderaan staat FC Emmen met 5 punten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. De weekwinnaar is geworden Mikey, die had de meeste punten behaald, waardoor hij heel dicht bij Luc staat nu. Het is nog maar één punt verschil, maar Luc staat nog steeds bovenaan met 139 punten. Dan komt dus Mikey met 138. NAC is ver omhoog geklommen, die staat nu derde met 133 punten. Dan komt Gerben met 132 punten. Dan komt Dilano met 131 punten. Op de zesde plek staat Tijnen met 129 punten. Dan komt Jesper met 128 punten. En op de achtste plaats staat Novio Magen de beste met 122 punten. De volledige stand is als het goed is weer te vinden in de beschrijving. Dan gaan we kijken naar de wedstrijden die we gaan voorspellen voor de speelronde 17 van de Eredivisie. We beginnen met FC Emmen tegen Vitesse. Dan moet Sparta thuis tegen PSV. FC Utrecht moet tegen Heracles. PEC Zwolle ontvangt Fortuna Sittard. AZ moet thuis tegen ADO Den Haag. RKC ontvangt Willem II. FC Groningen moet tegen FC Twente. VVV moet tegen Heerenveen. En de eerste klassieker van het seizoen, Ajax tegen Feyenoord. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering van Eredivisie Voorspellen. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je heel graag weer bij de volgende aflevering. Adios, amigos.